Welkom u allen in deze wondertuin die we vandaag 1 juli 2017 officieel in gebruik gaan nemen. Ik ben Paul Groenendaal, voorzitter van de werkgroep Schanstuin, zoals we de tuin genoemd hebben, en ik mag vandaag uw gastheer zijn. Graag geef ik als eerste het woord aan de voorzitter van de wijkvereniging Kronenstein, Yvonne. Dankjewel. Tijd te gast. Nou, zo'n 2 zomers lang. En wie weet meer, maar in ieder geval voor 2 zomers lang. Mijn idee was vooral om even iets over de wijk te vertellen. Als je kijkt naar de wijk van bovenaf, dan is het een mooie driehoek. En dan zie je ook dat het eigenlijk 2 driehoeken zijn, met de Landenschansweg in het midden. En dat lijkt ook een beetje op een scheiding. Het is ook best een rumoerige scheiding. En wat we in de laatste tijd hebben gezien, is dat we heel veel buren hebben gekregen in die ene driehoek. En het zou zo leuk zijn als we die buren, die nieuwe buren met de oude buren kunnen verenigen. Dus wat prachtig dat we dan op deze scheiding mogen staan met een ontzettend mooi initiatief. Ik wil nog iets vertellen over de wijk. De wijk komt regelmatig samen, nou ja, 1 keer per jaar bij onze jaarvergadering. En er is toch vaak een beetje het gevoel van wij zijn vergeten door de gemeente. Nou, het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat we niet vergeten zijn door de gemeente. De gemeente heeft ontzettend veel gedaan, want dit is de basis. Ik wil nog even memoreren. Iets meer dan een jaar geleden, hadden we een jaarvergadering. Dat was Rosseel. Rosseel heeft wat verteld over de Andernasweg. Nou, daar kun je heel veel over vertellen en er heel veel van vinden. Maar hij zei ook van, ik vind dit gebied zo rommelig en zo leeg en dat is zo jammer, hebben jullie geen ideeën? Een jaar later hadden we weer een jaarvergadering, dat is dus dit jaar. Nog niet zo lang geleden. En daar stond Paul met een werkgroep, met een vergevorderd plan. En met een tekenaar van de gemeente. En dat was gewoon een plan. En we konden beginnen. Zo bijna. Want nu staan we hier. 1 juli. En we hebben gewoon een tuin. Dan geef ik nu graag het woord aan de wethouder. Er is een gastenboek. En u kunt allemaal inschrijven voor mee te doen. En als vrijwilliger. Goedemorgen allemaal. Ik zie helemaal voor me dat er hier prachtige tuinen zijn. Waar we met z'n allen van kunnen genieten. Nee. Zonder deze bos wordt het helemaal niks hier. En die ga ik heel erg graag overhandigen. En natuurlijk wil ik ook de mensen van Green heel erg bedanken dat ze hier de grond ter beschikking stellen. De buurmannen van het bedrijventerrein ook heel goed betrokken. En natuurlijk de wijkvereniging. Maar vooral jullie als initiatiefnemers, buitengewoon veel plezier. En ik kom graag nog terug. Mag ik jou de sleutel geven? Ja. Ja. Dan hebben we hier nog een aardigheidje voor de wethouder, maar ik denk dat het meer voor je zoon is als dank voor deze opening. Maar laat je het maar open. Ja, ja. Paul, je bent achter de struikje. Ah, dat zie je helemaal niet. Mag ik hem even vasthouden? Daar moeten jullie wel extra goed voor zorgen, hè, voor deze. Ja. Yes.